Wat is hip? Wat dat hip is, dat is het moeilijkste om aan te leggen aan uw bomma of aan een pygmee. Want alle twee koesteren ze geen ambitie om hip bevonden te worden, omdat ze daar geen konijnen mee kunnen vangen of hutten mee kunnen bouwen. Maar omdat wij opgegroeid zijn met volle ijskasten en ouders die dan ons kot betalen en dus een gegarandeerde invulling van alle primaire behoeftes, zijn wij andere dingen belangrijk gaan vinden. Zoals het merk van uw broek, de stijl van uw tattoos en het model van uw bril. Maar ook waar dat je uitgaat en hoe dat je toilet eruit zien bepalen of dat je hip bent. Want hipsters zijn altijd mee met de trends die nog gaan komen en luisterden vorig jaar al naar de muziek dat jij nu pas hebt ontdekt. Maar desalniettemin is het ook wel hard werken. Want hip zijn is één ding, maar hip blijven dat is het moeilijkste. Want voor hipsters is het extreem belangrijk om zeker niet zoals de massa te zijn en altijd heel eigenzinnig en creatief uit een hoek te komen. Al denk ik dat als je het aan een pygmee zou vragen, dat hij zou zeggen dat ze er allemaal hetzelfde uitzien.